Genie. Een verhaal in exact 100 woorden. Waarom? Vraagt de non mij. Wilt gij nooit breien? Ik antwoord gezwind. Omdat ik een kunstenaar ben die bekend zou worden voor zijn spel met wiskundige principes. Om mijn bewering enigszins te nuanceren, voeg ik eraan toe. In wording dan toch, een mens moet ergens beginnen. Dat begrijpt ze niet goed. Om het uit te leggen vertel ik haar over mijn inzichten betreffende studies van oneindigheid en in elkaar passende patronen ontworpen rond onmogelijke objecten zoals de Penrose trap. Precies, antwoordt ze zegevierend. Juist daarom is het belangrijk dat je ook leert breien. En ze steekt me het breiplankje in handen.